De derde kandidaat staat nu voor ons klaar. Dat is Nate. Welkom. Yes, dankjewel man, dankjewel. Je hebt de eerste twee kandidaten net kunnen horen op de gang en ook hier in de studio. Yes. Wat doet dat met je? Wat dat met me doet? Het motiveert me man, want zij zijn goed, dus dat betekent dat ik ook mijn best moet doen om hun te overtreffen, toch? Wat voor pokoe heb je voor ons meegenomen? Ik heb Losjes meegenomen. Ja, de titel zegt het eigenlijk al en het refrein gaat het al helemaal zeggen. Maar ja, we gaan gewoon Losjes gaan, toch? Ik ben ready. Zijn jullie ook ready? Yes. Helemaal. Let's get it. Ik wil weten hoe je heet, ik wil weten hoe je bent. Weet wat je voelt bij het horen van mijn stem. Ik wil dat je wine pony, jongen, wine pony, jongen. Ja, pull up met je, ey. Die bago met je losjes, sorry. Je wil al die dingen doen, pokeria in de room. Losjes, sorry. Een met je losjes, sorry. Die bago met je losjes, sorry. Je wil al die dingen, pokeria in de room. Hey, yeah. Ik wil weten hoe je eet en ik wil weten wat je doet. Ben je een model, want al die Gucci staat je goed. Je vriendje is hoe, zeg een fuck you too. Young en AT, je baby love me too. Die jongen met die drip, doe niet alsof je niet weet. Ik zag haar in de VIP, ze deed alsof ze niet keek. Al mijn jongens zijn op groen, je zou denken wiet kweek. Yeah, maar shawty wie weet. Ik wil weten hoe je bent. Bij het horen van mijn stem. Ik wil dat je wine pony, jongen, wine pony, jongen. Yo. Die bago maakt je losjes, sorry. Je wil al die dingen doen, pakkeria in de room. Losjes, sorry. Een maakt je losjes, sorry. Die bago maakt je losjes, sorry. Pakkeria in de room. Losjes, sorry. Maar dingen los, doe het niet met opzet. Ik bepaal die vibe met al die poekoes die ik opzet. Ik ben geen liar, young, niet, ik ben oprecht. Ga jou voor me wijnen als ik al die nullen omzet. Breng je in de moed als je bako voor me schenkt. En weet niet wat je van me denkt. Je weet ik ga op en neer voor die bands en die bands. Pak je paspoort, ik breng je over de grens. Ik wil weten hoe je bent, ey. Weet hoe het je bij het horen van mijn stem, ey. Ik wil dat je pony jongen, wine pony jongen. Ja, pull up met je girl gang. Die bako maakt je losjes, sorry. Pakkeria in de room. Yeah, maakt je losjes, sorry. Die bako maakt je losjes, sorry. Je wil al die dingen, pakkeria in de room. Maakt je losjes, sorry. Ja. Nate, Westside, in it. De derde kandidaat van Phonics Talent Vibes, Nate. Ik ga weer bij RC Tracks beginnen, man. Je eerste indruk van Nate. Hij draagt die track. Vibe van de beat is ook goed. Is ook iets wat ik zou kunnen maken. Wat heb ik nog meer opgeschreven? Je lijnen zijn goed, ik hoorde iets van mijn niggas zijn op groen, wietkweek. Dus het komt, ja man, dope man. Dope. Nathalie. Ja toch, thanks. Ja, ik vond je uitstraling sowieso top. Je verstond heel zelfverzekerd. Je zei net dat je die jas draagt omdat je een beetje zweetplek hebt. Gewoon exposing. Sorry, ja. Exposure gewoon. Nee, maar eerlijk. Je had net zo goed die jas uit kunnen trekken nu. Nee. Maar je zag daar helemaal niks van. Want je deed het eigenlijk als een van de beste, zeg maar, qua uitstraling. Was je gewoon lekker aan het viben. Je was heel zelfverzekerd. Dus dat vond ik super goed. Je hebt wel twee hele goede andere contestants, zeg maar. Dus qua stem vond ik het ook goed. Maar misschien net een klein beetje minder dan de andere twee. Ik vond je lines wel het allerhardst van allemaal. Zeg maar, je kwam echt heel goed op die track, zeg maar. Dat vond ik echt heel tof. Thanks. Ja. I appreciate. Yes. Ik vond je flow ook heel nice. Het was gewoon lekker dat je zo mee kon gaan. Het is gewoon echt een lekkere track voor in je playlist. Even tussendoor lekker viben, genieten van om je heen kijken. Je weet toch als je je oordopjes in hebt. En ja, ik weet niet wat het is, maar iedereen gaat hier echt los de hele tijd. Iedereen is lekker aan het dansen. Het zijn de vibes toch? Het is echt een optreden elke keer. Dus ik vind het dope.